Voor mij zijn er heel weinig argumenten nodig om hier een meter voor te willen zijn. Het is een hele eer, want het is een kleine bijdrage van mij om een organisatie zoals Koop tegen Kanker te ondersteunen, om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek. En natuurlijk ook omdat ik al heel veel in contact ben gekomen met mensen die vechten tegen kanker, gevochten hebben tegen kanker en het overleefd hebben, maar ook evenzeer vrienden die iemand verloren hebben door kanker en daar enorm van hebben afgezien. Dus ik ben me heel bewust van de impact van zo'n ziekte. Doorgaans, ik zeg dan ja, natuurlijk wil ik meter zijn, maar ik heb totaal geen idee waar ik voor sta. Dat is meestal pas achteraf dat ik besef van, ah ja, berg, redelijk hoog, voortdurend klimmen, ga ik dat wel kunnen? Het is natuurlijk ook wel een geruststelling dat ik weet dat er een programma gaat zijn, dat ik me kan voorbereiden. Want ik heb ook anderhalf jaar niet meer gefietst. Mijn fiets heeft gewoon in de gang gestaan. Ik moet een klein beetje van nul beginnen wat betreft het fietsen. Ik weet niet waar ik aan ga beginnen, maar ik heb er wel heel veel goesting in.